Je wilt je tuin zo diervriendelijk mogelijk maken. En eigenlijk is dat helemaal niet zo moeilijk. Want er zijn heel veel dingetjes die je zelf in jouw tuin gewoon zelf zou kunnen maken. Denk bijvoorbeeld aan een fruittafel voor de vogels. Of bijvoorbeeld je snoeihout gebruiken om daar een wal van te maken voor de egeltjes. Of je gaat lekker klussen. Kijk, dit bijvoorbeeld is een gigantisch insectenhotel. Noem het maar een skyscraper. Gemaakt van oude pellets, stenen en ja, snoeiafval val erin van de wilgen, van de bamboe, van de kokosschil kun je gewoon per zak kun je dat kopen. Dus helemaal opgestapeld. Nou, dit wordt natuurlijk een feest. Kan ik me voorstellen dat het in jouw tuin ietsje te groot is. Maar er zijn ook heel veel kant-en-klare insectenhotelletjes te koop. Dit is niet alleen voor bijen en hommels, maar in die gleuven gaan bijvoorbeeld ook allerlei vlinders zitten. Dit bijvoorbeeld is ook een vlinderhotel. Dat is te herkennen aan die staande gleuven die erin zitten. En dit hele kleine dingetje, dat is eigenlijk een pindakaashuisje. En dat is bedoeld om vogels te lokken. Wat je doet, je koopt gewoon een pot pindakaas, schroeft hem open, gaat op zijn kant hierin. De vogels hangen ervoor en beginnen daaruit te eten. Nou, en zo heb je niet alleen natuurlijk vogelhuisjes, maar je hebt ook egelmanden, je hebt een uilenkast, je hebt een paddenpot. Nou, noem alles maar op. Er zijn natuurlijk zoveel dingen die je gewoon in jouw tuin heel simpel zou kunnen doen om al die dieren erin te lokken. Een van de belangrijkste dingen is natuurlijk ook die vlinders. We hebben het vlinderhuisje al gehad. Je ziet hier de Viburnum staan. Dat is ook zo'n echte vlindertrekker. Iedereen kent de vlinderstruik, maar die Viburnum is ook net zo mooi en zeker zo aanlokkelijk voor allerlei vlinders. Wat je natuurlijk ook kan doen in je tuin, is water aanbrengen. Niet alleen voor de vogeltjes om te drinken en om te badderen, maar in zo'n vijver heb je natuurlijk allerlei salamanders en kikkervisjes, vissen natuurlijk, noem maar op, libelles, juffertjes, noem alles maar op. Wat je hier ziet, even kijken, ja, hier, dat ze ook met oude bakstenen werken. Ze verwerken hier zelfs hout in, opengewerkte stenen. Ik bedoel, een beetje creatief zijn om je vijver heen en daar gaan ook al die insecten weer in zitten. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat je niet je hele tuin gaat volbestraten. Ongeveer een derde tot de helft van je tuin leg je dicht met je bestrating. Dan kan je lekker zitten, lekker loungen. En daarnaast maak je heel veel ruimte voor beplanting. Dat zie je hier ook gebeuren. Dit zijn gewoon eigenlijk de standaard 60-40 betontegel. Die hebben ze op zijn kop gelegd. Dan zie je ook dat dat een hele, ja, bijna oude, traditionele uitstraling geeft. Hier staan een aantal betontegels op een rij. Verschillende maten, verschillende kleuren. Met facet. Kijk, dat is die schuine rand die eraan zit. En hier bijna zonder facet, met een hele kleine. En deze, dit oppervlak, dat is een soft finish. Dat is heel zacht. Daar kun je ook moeiteloos met blote voeten overlopen. Loopt heerlijk, kan ik je uit ervaring vertellen. Er staan hier nog een aantal soorten. En welke betontegel je kiest, dat maakt niet zo gek veel uit. Hij blijft basic. En zoek dan gewoon even bij exoton.nl, want die zijn er heel groot, heel sterk in. Dan vind je heel veel soorten. Je ziet het, ik loop niet voor niks met een paraplu. Het regenwater wat valt in jouw tuin moet natuurlijk ook een kant op kunnen. Dat is erg belangrijk. Het moet naar het grondwater weg kunnen zakken. Dus nog een reden om niet je hele tuin vol te leggen met bestrating. En overigens, als je wat meer wilt weten en wat meer creaties wil zien, kijk dan ook eens gewoon bij Exploton. Die zijn heel erg groot op het gebied van betontegels. Daarnaast zijn er natuurlijk heel veel plantensoorten die belangrijk zijn voor jouw tuin. En daarvoor ga ik even naar binnen, als je het niet erg vindt. Juist met de goede plantkeuze haal je natuurlijk ook heel veel dieren in jouw tuin. We hebben net al even de Viburnum gehad. Dit is nog even een oude vertrouwde, hè? De vlinderstruik. Als je dit in je tuin zet en hij begint te bloeien, direct vlinders. Dit is de Echinacee. Dat is ook nog eens een hele geneeskrachtige plant overigens. Dit wordt ongeveer 80-90 centimeter hoog met die grote paarse bloemen erin. Heb je overigens ook in het wit. Echte vlindertrekker. De Salvia, de Salie, echt de gecultiveerde soort is dit. Deze begint in mei al met bloemetjes, paarse aardjes ongeveer zo lang. Eind juli, augustus is die wel zo'n beetje uitgebloeid. Knip je hem gelijk boven de grond af. En in augustus, tweede, derde week, zie je alweer dat hij helemaal is uitgegroeid en nog een keertje door gaat bloeien. Dus deze kan twee keer bloeien. En als je toch met je plantenbak aan de slag gaat, neem dan bijvoorbeeld ook eens verbena.
Dat is ook een echte vlindertrekker. Nou, zo zie je dat je met de juiste plantkeuze heel veel dieren... Ik heb nu met name over vlinders gehad, maar denk ook aan bomen voor de vogels. Lijsterbes, vlierbes, ik bedoel, daar smullen ze van. En tot slot, vergeet jezelf niet, hè? Want wat is er nou leuker dan gewoon eten uit je eigen tuin? Ook dit is een salie, broertje dus van die. Maar deze gebruik je gewoon in de keuken. Of neem bijvoorbeeld peterselie. Of, wat dacht je hier, aan deze kant... Tomaten. Ik bedoel, het staat nu 30 centimeter hoog, maar voordat het 2 maanden later is, zit hij tot hier en wordt het smullen. Beetje basilicum erbij, mozzarella, top.